Breda Nu. Je weet het meteen. Dat politiek ook leuk kan zijn, wordt vanavond bewezen met de carnavaleske raadsvergadering. Uitgenodigd zijn de 8 leutvorsten van Kielegat en omstreken. Zij krijgen het woord. De raadsleden mogen niks zeggen. En dat is een eerbetoon aan alle vrijwilligers die carnaval mogelijk maken. Hij is aankomen rijden, natuurlijk op de sik. Hij is dat onderste bovenvat. Uit Tonneringen, Geteringen, Prins Nils. Nou, zo'n carnavaleske raadsvergadering. Smaakt het naar meer politiek? Nou, dat weet de dikkels niet. Dat ligt eraan hoe ze vanavond op mijn motie gaan stemmen. En dan gaan we zien of ik er geschikt voor ben. Want wat voor motie heeft u? Nou, ik ga een motie indienen over de vermeende annexatie, zeg ik erbij, van het Aagje, 75 jaar geleden. We gaan oude wonden openrijten en dat is niet voor niks. Raadsvergadering, een carnavaleske raadsvergadering, een vervolg? Jazeker, dit is de manier om de verbinding te maken tussen de gemeente, tussen de politiek en al die vrijwilligers die in heel groot Breda het carnaval goed proberen te organiseren. Dus een beetje bewustzijn bij die gemeenteraad over de carnavalstradities bijbrengen, dat kan absoluut geen kwaad. Politiek, is dat iets wat in hart en nieren bij u zit? Ja, als lokaal bestuurder is dat toch wel van belang dat je dat een beetje doorhebt. Het besturen van een gemeente is één ding, maar het besturen van een carnavalsvereniging in die zin is heel wat anders. Al heeft het wel heel veel raakvlakken. Het gaat ook om omgaan met mensen, samen iets wegzetten, met een club vrijwilligers iets bouwen, het steeds groter, leuker maken. Niet alleen voor Breda, maar bij ons zeker, voor Giecheldonk, voor onze eigen wijk. En dadelijk antwoord? Ja, we schijnen 5 minuten onze woord te mogen doen. En dat ga ik dan ook zeker doen. Vertellen wat er leeft in de Haagse Beemden, in Giecheldonk. Hoe wij de carnaval beleven. Hoe wij hopen dat de politiek hem beleeft. En dat zij misschien nog meer kunnen bijdragen. Dat we met z'n allen dit hele mooie feest nog leuker en nog gaver kunnen maken. Voor iedereen die het mee wilt vieren. En bevalt het plus? Ja, heerlijk, heerlijk. We hebben echt een geweldige raadsvergadering achter de rug. Alle hulde voor het college en de raad. Alle hulde voor mijn collega's met de prachtige verhalen. En echt ook met inhoud. Ik was diep onder de indruk. Echt uit het hart vond ik ook. Ja, ja, dit soort dingen kunnen alleen maar uit het hart komen. Anders dan heeft het geen zin. Breda Nu. Je weet het meteen.